wel weer eens kunnen doen. Ja, Klaas heeft, even aan Paul wat achtergrondinfo gevraagd, even weer terug naar de basis. Je weet hè, het is lekker om dan te focussen op het stukje tussen eerste en derde stop. Kijk maar eens even goed hoe je door de derde stop heen schiet. Of je dan vindt dat je echt lekker klaar zit. Ziet dat je voor een beetje met ongelijke schouders uitkomt. Dus probeer erop te letten dat je echt goed wegzet, voorbereid tot de derde stop. En dan word je ook lekker rustig van. Lekker gefocust. Ik ga er maar naast. En dat zie je ook, hè? Die rug die is gewoon nog niet helemaal ontspannen voordat je wegrijdt. En nou, dan zie je eigenlijk dat de rest van de haal omhoog komt. Ben je blijft bewegen. Let erop dat je in één keer vanuit die uitpik klaar zit. En niet blijft plakken op eerste stop. Maar echt naar de derde stop klaar zitten. Daar goed naar voorbereiden. En daar je stabiliteit zoeken.